250 Belgische scholen is er vandaag aandacht voor water en meer bepaald kraantjeswater. Doordat je kraantjeswater niet in een verpakking moet steken en niet moet transporteren, laat het een veel kleinere ecologische voetafdruk na. Op Wereldwaterdag drinken de leerlingen van de Wijze Eik uit Mariakerke vandaag alleen kraantjeswater. Ze doen mee aan de actie Kranig Water van Green VZW, want kraantjeswater vervuilt minder dan flessenwater. Wat vind je het lekkerste water? Flessenwater of kraantjeswater? Flessenwater is iets lekkerder, maar kraantjeswater is beter voor het milieu. Voor kraantjeswater is er geen energie nodig of toch heel weinig om die tot bij de mensen te krijgen. En is er ook geen verpakking nodig. Dus vandaag heeft iedereen zijn eigen beker mee, hebben ze karaffen gevuld en drinken ze allemaal kraantjeswater. Flessen, blikjes en drankkartons moet je inderdaad fabriceren en transporteren. Soms honderden tot duizenden kilometers ver. Kraantjeswater is meer dan 400 keer goedkoper en vaak ook nog eens gezonder, omdat er strengere kwaliteitscontroles op zijn. Deze kinderen zijn er alvast wild van.